Deborah past haar tweede jurk. Hopelijk vindt haar kritische entourage deze wel mooi. Het is geen strapless, maar ik vind het echt super lekker. Nou, ben je er klaar voor? Ja. Doe het lachen. Nee. Nee, ik vind de achterkant niet zo mooi. Nee, dat komt omdat die kipfilets eruit hangen. Vals. Zo te horen vinden hun dit niet zo, hè? Nee. Nee. Oké. En jij? Dit vind ik zo mooi. Mm-hmm. Dus want dit komt wel zo gewoon zo uit. Dus ik denk wel dat we in deze lijn verder moeten gaan. Zullen we omdraaien? Ja. Nee, dit ben je niet hoor, Deborah. Sorry. Ja, zitten we niet op één lijn bij. Nee. Ik moet aan een Babi Pangang denken of zo. Ik moest gewoon aan de tafelkleed bij de Chinees denken. Maar hun vinden deze echt helemaal niet mooi. Nee, toch wel gaan nu. Oké, we moeten gewoon gaan. Ja. Ja. Tot zo. Tot zo. Ik ben Lieke Nieman, 27 jaar, kom uit Utrecht en ik ben junior consultant. Oh, nou moet je keuze maken, hè? Hallo, dames. Hallo. Hi, ik ben Romy. Lieke. Wie heb je allemaal meegenomen? Nou, dit is mijn zus, mijn moeder en twee van mijn beste vriendinnen. Oh, leuk. En wanneer ga je trouwen? Volgend jaar augustus. Met mijn verloofde Nick, 28 jaar en hij is piloot. Lekker. Heb je ook al een beetje een ideetje wat je... We trouwen in de zomer, dus we willen het heel luchtig, heel vrolijk houden en heel informeel. We willen geen tafelschikkingen, we willen niet een ceremonie van een uur. Hoe mag jouw jurk eruit komen zien? Ik ga voor het eerst jurken passen, dus ik sta open voor alles. Ik heb helemaal niks in mijn hoofd, het is de allereerste keer dat ik ga passen. Wat vind je mooi qua halslijn? Vind je strapless mooi, bandjes, halter? Dat sta ik eigenlijk ook overal voor open. Of het nou open rug is, of een bedekte rug, of met mouwtjes of zonder mouwtjes, daar sta ik ook allemaal voor open. Als ik kijk op plaatjes, vind ik van strak tot heel baljurk vind ik hartstikke mooi. Ja, hoe mag de rok eruit zien? Vind je het mooi als hij vanaf hier wijd gaat of helemaal strak? Ik sta echt open voor alles. Ja, je moet wel een beetje de richting weten wat je mooi vindt. Als je helemaal niks weet, ja, dan denk ik ook altijd, hoe moet ik het dan weten? Hè? Heb je in gedachten wat je uit wil geven? Maximaal voor alles 4000 euro. Oké, ja, dat is een goed budget, dus daar kunnen we heel veel mee. Nou, gelukkig. Dat is perfect. Als iemand zo binnenkomt, dan probeer ik zoveel mogelijk te pakken. Beetje kant pakken, toch iets langer strak op de heupen. Iets wijder, zodat ze het veel verschillende stijlen aan kan passen. Zodat ze ziet wat haar het mooiste staat. Heel veel jurk. Ja, dit is echt meer prinses. Ja, ik vind dit heel mooi. Heel mooi zo. En ik vind de kant ook heel prachtig, ook dat het een beetje zo doorloopt. Maar ik weet niet of ik de overgang heel mooi vind. Ja, het staartje prachtig. Wel? Ja. Ik vind het mooi. Ja, echt. Het zag er prachtig uit, dat vond ik ook. Alleen ik vond de overgang van het topje naar de rok wel te overdreven. En daardoor viel die voor mij echt af. Suzanne was al weg van haar eerste jurk, maar wil voor de zekerheid toch nog andere jurken passen. Ja. Mooi. Kijk, Dat is ook leuk. Dit is iets liever. Is liever, hè? Liever, ja. Ik vind hem heel mooi, maar ik vind die andere mooi. Like the color of the other one better. I think so too. It's warmer. Het model vond ik op zich wel mooi, maar ik vond de kleur te hard, te wit. Voelde ik me niet zo fijn. So would you like to show your family? Yeah. Okay. Okay, let's turn you around. Wow. Zo mooi. Ja. Mooi. Glitters zijn mooi. En daar zijn we. He likes the sparkle. Oh. Vind je die andere kleur mooier? Of vind je de wit mooier? Het allebei mooi. Ik vind deze bij deze jurk vind ik dit mooi. Vind je deze mooier?
Ja, ik vond dat wel mooi dat daar boven wat meer glitters was en onder gewoon niet echt. Ja, gewoon niet glitter. Ik denk dat ik deze toch wel een beetje mooier vind. Sorry. Ja, echt? Ja. Oh. Nou, we have a problem. Okay. Now we have a problem. Okay. Yeah. So I think we need to get the two dresses together and have a baby. Yeah. Yes. That would be perfect. So I may have to go shopping while you guys are in the room. Ja, toen ging je op zoek naar de baby van de twee Jurken. Mission impossible. Lieke staat overal voor open, dus ook voor een gekleurde jurk. Wat vind jij? Ik hou echt van blauw. Ik vind de kleur blauw echt prachtig, maar niet voor mijn trouwjurk. Nee. Oké. De blauwe jurk, dat was niet mijn ding, dus dat was duidelijk. Deze heeft meer kans. En, wat vind je zelf? Ik vind hem te strak op mijn heupen. Vond ze het toch weer te strak. Ze vond het mooi als het slank was, maar ze vond het ook wel weer mooi als het weer open was. Ja, ze wist het nog niet. Ze wist het echt totaal niet. Wat vind je zelf? Ja, ik vind alleen dit. Dan... Dat gaasje. Als ik mezelf er niet goed in voel, dan ga ik er niet voor. En dan laat ik dat ook wel echt wel merken. Toeve vraagt Ramona om hulp om voor Deborah een jurk te vinden die ook haar vriendinnen mooi vinden. Wat vind je van deze? Ik vind deze wel heel mooi. Ja? Ja. Oké. Hij ziet je ook al meteen stralen. Ik zie het ook. Ja. Je verandert het net iets meer in je gezicht. Ja. Oké. Okay. Yes. Nou, laten we naar de meiden gaan. Jij wil hem graag met de sluier zien, hè? Ik wil hem graag zien. Ze is heel benieuwd wat jullie zouden vinden. Ik vind hem mooi. Ja. Dat doen we met voren. Volgens mij vind je hem echt heel mooi. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Ja. Nou, zullen we even draaien? Stilte. Je hoort op een gegeven moment niks, hè? En ik denk van... Die meiden... Niks zeggen? Weertje, mag je nou zitten janken? Jullie zijn een beetje stil van, dames. Ja, heel mooi. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet stil te krijgen. Nee, totaal niet. Maar ik was wel echt sprakeloos. Ik vind hem echt supermooi. Ja. Ja. Het is wel echt dep. Ja. Ik zag gewoon echt dat het haar jurk was. Ja, ik vind hem wel heel mooi. Ja. Ja. Nou, mag je vragen toe, hè? Ja. Deborah? Ja? Do you say yes to this dress? Yes. Nou, helemaal blij. Ja. Doe je dat goed? Ik heb een jurk gevonden. Ik heb hem gewoon.